het poëtisch realisme. Aan het prille begin van deze naïeve tak van het hedendaags realisme staat schilder Hermanus. Toen wij zo rond 2008 elkaar leerden kennen via een kunstenaarsforum, konden we geen van beiden bedenken dat we slechts een paar jaar later ons leven en werk met elkaar zouden delen. Maar in 2011 bleek het niet alleen privé heel erg te klikken, ook zagen wij daar ineens een mogelijkheid om dit pas ontsprongen stroompje samen werkelijk handen en voeten te geven. Samen hebben we ons dan ook tot het overlijden van Hermanus in 2017 laten kennen als de grondleggers van het poëtisch realisme. Als bedrijvige duizendpoot hield ik Hermanus uit de wind, zodat hij zich volledig kon wijden aan zijn levensdoel, het schilderen. Het werk van schilder Hermanus, van origine steendrukker in Utrecht, kenmerkt zich door de drie elementen aarde, water en lucht. Als schilder heeft hij een lange route afgelegd om zich los te schilderen van de Utrechtse school en bijvoorbeeld het werk van Westerik en Zwerver. Later vond hij zijn inspiratie bij bijvoorbeeld Bescherik, Rustin en Borandi. Tegen deze achtergrond schilderde Hermanus uiteindelijk zijn eigen gevonden wereld. Zijn werk beantwoordt aan de waarneembare werkelijkheid waarbij de verbeelding een rol speelt. De schilderijen voldoen veelal niet aan de opgelegde inzichten van de academische beginselen, zoals perspectief, anatomie en vlakverdeling. Deze principes zijn op een naïeve manier doorbroken in de geest van Henri Rousseau. En door het onderwerp te observeren of in te beelden, ging Hermanus onbevangen te werk. Want juist de eigen vormgeving creëerde het zo kenmerkende, poëtische en verhalende karakter van zijn schilderijen. En daarmee schiep hij een eigen natuurlijkheid, zuiverheid en echtheid. Mijn werk is kleur, vorm en taal van essentieel belang. Water en lucht zijn een grote inspiratie. Voor bijvoorbeeld de eigenzinnigheid van Frida Kahlo heb ik grote bewondering. En ik hou erg van de versieringen die je vindt in de Art Nouveau. Als schilder verbeeld ik meisjes en jonge vrouwen die de wereld nog gaan ontdekken. Vanuit hun veilige, innerlijke wereld, vol dromen en verwachtingen, tussen verlangen en realiteit, kijken ze de toekomst in. Door de sierlijke omkadering wordt deze naïeve wereld samengevoegd en omsloten tot een klein persoonlijk verhaal, waardoor je als toeschouwer mee kunt kijken. Ja, en zoals zo'n meisje dan vanuit binnen dat kader, zeg maar, naar de buitenwereld kijkt, geen idee hebbend hoe het gaat worden uiteindelijk. Ja, dat is altijd weer een grote uitdaging om dat vorm te geven. Hoopvol, maar nergens van wetend. Dat kader geeft aan de ene kant een stukje bescherming, waar je je achter kan verschuilen, meekijken, die wereld leren kennen en misschien uiteindelijk binnen te stappen. Aan de andere kant nodigt het juist uit om terug te kijken. Ben ik die volwassene geworden waarvan ik als kind droomde? En juist die combinatie van dromen en realiteit geeft mijn schilderijen dat poëtische karakter mee.
Herman en ik hebben natuurlijk heel veel raakvlakken in ons werk. Het is het poëtisch realisme. Met dezelfde ingetogen kleurgebruik, et cetera. Maar een groot verschil was eigenlijk wel dat het bij hem vaak neerkwam op een groepje mensen, meerdere personen, gezinnetjes ook heel vaak. En mij is eigenlijk altijd een meisje met uitzonderingen hier en daar. Ja, gewoon een meisje, een jonge vrouw. En dat is het dan. Naast het schilderen maak ik keramieke beelden en schrijf ik versjes en gedichten bij het werk van Hermanus en mijzelf. Ook maak en ontwerp ik verzamelaarobjecten en merchandising van ons beeldmateriaal. Ja, bij het werk van Hermanus schrijf ik eigenlijk altijd versjes. Het werk leent zich daar ontzettend voor. Kleine, kwieke versjes die een bepaald ritme hebben. Dat gaat eigenlijk heel automatisch. Maar bij mijn eigen werk, ja, neig ik daar dan toch meer naar gedichten. Meer inhoudelijke kant, zeg maar. Ik denk dat het werk zich daar ook veel meer voor leent. Veel te vroeg heeft Hermanus zijn levenswerk moeten staken. Van deze unieke schilder en mijn grote liefde zal geen nieuw werk meer komen. Maar zijn gedachtegoed leeft voort. Want zoals hij zou zeggen, leven de verbeelding, leven het poëtisch realisme. Leven de verbeelding. Van verbeelding is pas sprake wanneer je werelden kunt maken. En voort laat komen uit gedachtsels van een open, vrije geest. Slechts wie het kind niet is verloren en durft te dromen en bekoren, begrijpt waar het werkelijk om gaat wanneer men zich met kunst inlaat.